Hey ladies, hier ben ik weer terug met een Project Life video. Sorry, mijn stoel die ging naar beneden. Een Project Life video tutorial. Vorige week postte ik deze layout op het Project Life Facebook groep. In de Project Life Facebook groep. En toen kreeg ik vragen over deze twee kaartjes. Van hey, hoe heb je die dan gemaakt? En dat ga ik jullie vandaag laten zien, hoe deze gemaakt zijn. Ik heb ze hier in 4x4'tjes, maar ik heb ze ook wel op andere plekken gebruikt. Hier, is gewoon als ondergrond van een foto. En even kijken, hier komt hij ook een paar keer terug. Daar en daar. Oké, dus we gaan aan de slag. Oh, deze heeft allemaal een goed. Hoe maak je die nou? Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig in principe een ondergrond, stempels, embossingpoeder en watercolorverf. En daarvan zal ik laten zien dat je dat in verschillende soorten hebt. Maar daar loop ik straks met jullie wel allemaal even doorheen. Allereerst even de ondergrond. Ik maak eigenlijk al mijn Project Life kaartjes, mijn zelfgemaakte Project Life kaartjes, op dit papier. Dit is Fabriano papier. Het is 240 grams. Dus vrij stevig. Er staat drawing en watercoloring. Het is zeg maar mixed media en waterkolorpapier. Het is niet heel dik waterkolorpapier, want dat zou nog dikker zijn. Maar voor mij is het prima. En dit blok, dat is 100 vel voor 32 euro of zo, geloof ik. Ik weet niet precies. Maar redelijk geprijsd, zeg maar. Dus nou, met 100 vel, daar doe je behoorlijk lang mee. Dus hier werk ik vandaag op. Omdat normaliter, als ik Project Life kaartjes maak, dan maak ik een heel vel. En daarna ga ik pas versnijden. Dus ik ga een heel vel ontwerpen. Bijvoorbeeld, ik heb dit vel onlangs gemaakt met de Jelly Plate. Dat ziet er misschien nu een beetje gek uit. Maar als je het gaat versnijden, dan komen er allerlei leuke kleine kaartjes uit. Dus ik werk altijd op grote vellen. Vandaag alleen voor de tutorial, omdat het wel heel veel werk is om een heel vel te maken, snij ik hem even door de helft. Want dan gaan we met de helft aan de slag en dan kan ik jullie ook prima laten zien hoe dat in zijn gang gaat. Dan moet ik even denken, want ik snij mijn kaartjes altijd net niet op 4 inch, maar op 3 en 3 kwart. Dus als ik 2, 3 keer 3 kwart, dat is 3 en 3 is 6, 7,5. Zeg ik dat goed? Nee, dat is te veel. Ja, dat klopt wel. 7,5. Oké. Gaan we vandaag even op dit vel werken. Oké, watercolor bloemen. Nou, als eerste gaan we stempelen met verse marking, dus doorzichtige inkt, want we gaan het embossen. Nou moet ik zeggen dat ik heb deze bloemen, de bloemen uit het voorbeeld, die heb ik, pak hem er toch even mee. Misschien moet ik hem er even uithalen, want het is de laatste pagina. Die heb ik, ik zal hem even uithalen, dan zie je dat beter. Die heb ik met Seafoam White embossingpoeder bewerkt. Je kan natuurlijk ook gewoon clear embossing gebruiken. Dat is prima. Ik vond Seafoam White net wat, nou ja, persoonlijk wat mooier. Maar je kan het natuurlijk met elke kleur embossing inkt doen. Je kan ook zwarte bloemen maken en na watercolor eroverheen. Het gaat erom dat die embossing inkt, die resist de watercolor. Dus dat je daarna met watercolor overheen gaat, dat de randen gewoon de kleur blijven van je embossingpoeder. Maar het kan dus met elke kleur. Ik zit nu nog in een soort van blauw-groene layout. Dus ik had bedacht, nou, ik ga een nieuw vel maken in die kleurencategorie. En toen dacht ik, oh, dan is het misschien ook wel leuk om niet met witte bloemen te gaan werken. Maar ik heb hier Shabby White Embossing Enamel. Dat is een embossingpoeder waar wat... Het is witte embossingpoeder, maar er zitten wat goudtinten doorheen. Dus daar ga ik vandaag mee werken. Maar het kan dus met elke embossingpoeder. Goed, dan gaan we stempelen. Dan moet ik even een blok, clearblok, zoeken. En die kan ik natuurlijk niet vinden. Dat zal altijd zo zijn. Deze. Clearblok.
Ik werk nu weer met dezelfde sample set. En dat is de sample set van Fancy Florals van Dilutions. Vind ik een leuke. Oké, nou hier gaan we. Dan moet ik even een. Er gaan straks een bossen op de. Een bossenpoeder overheen gooien. Dus. Normaliter doe ik dat met een mini-tray. Maar het is nu een beetje een groot vel. Dus nu ga ik er zo meteen. Ga ik het gewoon op een papiertje doen. Oké, here we go. Ik laat er eentje nu even als voorbeeld zien hoe ik dit doe. En daarna dan versnel ik de video. Want anders wordt het wel heel erg saai. Je begint met altijd met stempelen van de pagina af. Hè? Niet precies op de pagina gaan stempelen. Dat wordt nooit mooi. Ik doe niet bloem voor bloem met een embossingpoeder. Want dan ben je forever aan de gang. Nou, je ziet niet zo goed waar je bent. Dat hoeft ook niet. Is allemaal niet zo spannend. Dus je moet een beetje eyeballen. Of onthouden, zeg maar. Oké, nu heb ik volgens mij ongeveer een derde gedaan. Nu pak ik mijn embossingpoeder. En dat is een beetje op goed geluk, want ik zie door het licht. Zie ik eigenlijk niet zo heel graag goed wat ik aan het doen heb. Daar komt hij aan. Nou, ik weet niet of jullie dat zien, maar bij mij schittert hij behoorlijk. Ik had alleen even mijn vel moeten afnemen met mijn. Een bossing buddy zie ik, want ik heb een beetje veel glitters tussendoor. Nou vind ik dat niet zo heel erg. Maar dan zie je, dat blijft altijd wel achter. Zeker met deze, want het zit gewoon glitterspoel in. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Wat ik doe, want er zitten wat glitters tussendoor. Die haal ik met een kwastje gewoon weg. Ik kan ook nog even dit doen. Maar dat helpt ook al, zie ik. Kijk, dat er een paar achterblijft vind ik niet zo erg. Oké, nou, dat is één. Dan gaan we door. En nu ga ik dit proces dus herhalen zodat ik het hele vel rond heb. En daarmee hou ik nu even mijn mond en ik zet de camera op vast voor. Je zag dat ik een eentje niet mooi was uitgekomen. Dus die haal ik helemaal weg. Daarna dan heb ik een embossing buddy. Dat is een vakje. Dan maak ik mijn pagina weer droog, zeg maar. Ja, ik doe het nu even buiten beeld. Maar ik ga gewoon eroverheen. Zodat ik nog een stempelafdruk hier kan zetten. Ik was een beetje scheef gegaan. Dus ik zet nu alsnog een laatste. Die er een beetje tussen past. Oké. Een beetje las gegooid, zie je. Niet handig. Normaal met een embossingpoeder heb je natuurlijk al die glitterzooi niet zo. Maar nu heb ik een bureau vol glitter. Dan vind ik dat nog niet zo heel erg. Maar nu even wel. Dus even aan de kant. Oké. Goed. Vel vol bloemen met glitter. En die gaan we verhitten. Dit is ook heel saai om naar te kijken. Dus ik versnel het beeld zo meteen.
Zo, hij is droog. Of tenminste, alle embossingpoeder is gesmolten. Dus nu gaan we door naar de volgende ronde. En dat is het watercolor. Goed, wat heb je daarvoor nodig? Water. Watercolor. Nou, watercolor heb je in heel veel soorten. Je kent het waarschijnlijk wel van vroeger. Dat zijn die verpakkingen, die heb ik niet. Maar die verpakkingen van een paar euro. Kan je volgens mij nog steeds wel bij de speelgoedwinkel halen. Dat is watercolor. Gewoon met een kwastje eroverheen. En je hebt verpakkingen die zijn wat duurder. Dit is mijn watercolor set. Die is wat duurder. Is van Winsor & Newton. Of nee, niet van Winsor & Newton. Die is van Sennelier. Dan zitten deze kleuren in. En wat bepaalt nou de prijs van watercolor? Dat is pigment. Dat is eigenlijk altijd zo met verf. Hoe meer pigment, hoe duurder het is. Nou, en pigment bepaalt natuurlijk de rijkheid van de kleur. Dus de watercolors die je bij de speelgoedwinkel kan kopen, die doosjes van een paar euro, die blijven gewoon een beetje pastellerig, om maar even zo te zeggen. En deze worden echt heel rijk en diep van kleur. Maar in principe is Distress Inkt van Tim Holtz, van Ranger, is ook een watercolor. En in principe zijn Dilutions inksprays zijn ook, kunnen ook als watercolor gebruikt worden. Dus dat ga ik laten zien. Nou, hoe prep je nou je project zodat je aan de slag kan? Wat ik vaak gebruik is een pipetje en een verfpaletje. En wat ik doe, ik heb hier gewoon schoon water staan. Ik doe een beetje water. Ik zie hier dat ik een haar heb. Een beetje water in elk bakje. Ik heb 3, 6, 7 kleuren, 7 mogelijkheden voor kleur op dit moment. Ik weet nog niet hoeveel kleur ik ga gebruiken, maar ik doe gewoon even in elk bakje doe ik water. Ik heb trouwens mijn Sennelier set, die heeft alle kleuren behalve wit, dus die heb ik er apart bij gekocht. Die napjes die kun je er ook op, die napjes kun je eruit halen. Die kan je ook vervangen. Ik heb een wit napje erbij. Misschien ze ook nog nodig. Wat je nog meer nodig hebt is een kwast. Nou heb ik net mijn favoriete kwast in de glitter onder gedompeld. Wat niet zo slim was. Goed, er zit ook glitter op mijn vel. Dus dat maakt niet veel uit. Je hebt een kwast nodig. En, nou ben ik even vergeten. Waar is mijn pipetje? Je moet je watercolor... Oh, nou doe ik het eigenlijk niet. Je watercolor preppen. Normaliter, als je gaat watercolor rechtstreeks vanaf je watercolor naar je papier, dan moet je eigenlijk ook water op je, zoals dit doen. Dus je watercolors nat maken. Ik weet niet of ik nog op beeld ben. Maar je moet je watercolors dus nat maken. Ik ga vandaag dus, dat heb ik nu bij deze bedacht, ik ga werken met 5 kleuren uit mijn watercolor set. Deze 5, die groen-blauwe serie. En dan ga ik daarna nog deze 2 aan toevoegen. Nou, allereerst, deze heb ik nog helemaal niet nodig. Ga ik mijn watercolor prepareren. En dat is dat ik begin bij kleur 1. Ik neem wat kleur van mijn pennetje en ik gooi het hierin. Nou, en hoe meer water je hierin hebt zitten, en hoe meer pigment je toevoegt, hoe donkerder die wordt. Zo simpel is het leven. Als ik hier heel weinig water in had gezet, dan had hij nog veel donkerder geworden. Nou, dat is kleur 1. Een beetje bij. Oh. Bij watercolor moet je eigenlijk, nou ben ik heel fout bezig, want eigenlijk moet je altijd 1 emmer met water schoonwater houden en eentje vies. Maar ik ben nu toevallig mijn kwast in mijn schone water emmer aan het dopen. Nou, dat is eigenlijk een doodzonde. Maar dat maakt even niet uit. Nou, dan de volgende kleur. Volgende kleur. Even kijken hoor, kan dat? Ja, dat is het. Volgende kleur, dan een groene. Oei, die vind ik wel heel donker. Die ga ik denk ik niet gebruiken. Maar kijk, dat is ook als je dus de kleur een beetje te donker vindt, zoals wat ik nu vind. Dan ga ik er zo waarschijnlijk wit bij gooien om hem iets lichter te maken. Ik moet even kijken wat de volgende kleur groen oplevert. En het resultaat. Oh, die is ook beter.
Is een beetje mooi tiel gewoon, hè? Nou, daarvan. Het is een beetje nog meer worden. Oké. Nou ben ik met deze in principe klaar. Dat zet ik aan de kant. En dan ga ik laten zien dat het in principe met de stressings niet heel veel anders werkt. Je doet een beetje de stressings op je craftsheet. Pakt weer je. En je pak je hem op. En dan gooi je hem in je water. Maar je ziet dat hij. Ja, dat zie je waarschijnlijk niet. Maar hij is echt een stuk minder pigment. Dat is logisch. De stressing is al vrij waterig van zichzelf. En nou ja. Maar goed, je kan het natuurlijk nog een keer doen. Oké, dat is die. Ik ruim die meteen even op. Want anders dan heb ik zoveel zooi. En dan de laatste, dat is Dilution Spray Inkt. Ja, ik weet eigenlijk niet of dit werkt. Ja, dat werkt. Nou, prima. Hartstikke goed. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan, maar dat werkt maar dan. Oké, nou hebben we onze watercolors geprept. En nu pakken we ons vel erbij. Pak je kwast. En nou is het gewoon een kwestie van kleuren. Nee, je ziet hij is nog best wel licht. Ik heb iets te veel water gebruikt. Maar dat geeft verder niet. Maar je ziet, ik doe het niet zo netjes. Je kan ook gewoon kleuren door elkaar. Dat doe ik hier heb ik bij mijn vorige sheet ook gedaan. Hè? Dat heb je gezien, dat ik gewoon kleuren meng. Je moet er vooral eigenlijk niet te veel over nadenken. Zoals bij, zo vaak bij mixed media of zelf kaartjes maken. Zodra je gaat nadenken, dan gaat het eigenlijk meestal mis. Nou, ik zet zo meteen de camera weer in de speedstand. Want dit is natuurlijk ook niet zo heel erg boeiend om naar te kijken. Ik ga me wel afmaken. Oké, nu heb ik ronde 1 gehad. Nu zijn we er nog niet hoor, maar we gaan deze gaan we verhitten. Ook dit versnel ik weer. Oké, hij is nog niet helemaal droog, maar hij is redelijk droog. Nou, en nu kan je met accenten nog teruggaan. Als je denkt van, nou, deze is bijvoorbeeld wel een beetje heel erg blauw. Nou, prima, dan ga ik nu alsnog met een tweede ronde eroverheen. Die Dilution is een nieuw favorietje qua kleur. Oh, mooie tielgroene kleur.
Kijk, je ziet ook dat ik mijn kwast tussendoor nu niet, eigenlijk niet spoel. Dat komt omdat ik gewoon in één kleurenfamilie aan het werk ben. Als ik met contrasterende kleuren zou werken, weet je, dus bijvoorbeeld de blauwtinten met daar oranje bij, dan zou ik tussendoor mijn kwast spoelen. Maar dat. Nou, je ziet dat door deze exercitie ze nog een beetje rijker worden. En ik weet niet, maar vooral die watercolorvlekken, die krijg je ook door dit te doen. Nou, je ziet ook trouwens dat ik natuurlijk niet heel netjes heb gewerkt. Ik heb echt niet binnen de lijntjes gekleurd. Dat is het mooie van onze hobby, hè? Je mag vooral juist buiten de lijntjes kleuren. Creativiteit. Als je daar allergisch voor bent, blijf vooral binnen de lijntjes. Doe wat je zelf leuk vindt. Maar. Ik vind het fijn. Nou, en als laatste, om het af te maken, pak ik nog een kleur, of meerdere kleuren, en gooi ik er wat spetters overheen. Ja, nou, en dat ga ik drogen. En dat zet ik weer in de versnellende videostand. Hij is droog. Dus ik kan dit even ophalen, die heb ik niet gebruikt. Dit. Deze, ik ga denk ik zo de rest van het vel zo nog even aan de rest maken. Maar ik wil je pas laten zien dat dit in principe mijn kaartjes worden. Ja, ik ga het laten zien. Nee, toch te klein gesneden. Dat is dan echt wel jammer. Nou ja, dan moet ik hier maar drie papiertjes van maken. En zo heb je voor zijn kaartjes. Dit zijn ze. Ik weet niet of je het kan zien. Maar juist doordat je die meerdere lagen over elkaar heen. Krijg je die rijkheid van laag op laag op laag. Met die watercolorlijnen. Dat vind ik echt het allermooiste wat er van bestaat. Nou ja, wat ik dan meestal doe is. Mijn hoeken afronden. En wat ik daarna altijd met welk kaartje dan ook doe, hier, is rondom een zwart lijntje. Dat heb ik op al mijn kaartjes. Altijd. Maakt het voor mij net af. En niet recht, dat zie je ook. Ik kan echt niet helemaal recht tekenen. En daar ga ik mee verder aan de slag. Die komt waarschijnlijk, of zeer zeker, wel ergens. Aan deze kant. Past perfect, toch? Dus hartelijk dank voor jullie voor het kijken weer. En ik vond het leuk om te doen. En ik ben benieuwd of ik geëmboste bloemenkaartjes van jullie tegen ga komen. Of je hoeft natuurlijk niet per se bloemen te gebruiken. Je kan ook andere dingen gebruiken. Oké, fijne week. Hoi hoi.